dat jullie deze vlog gaan kijken. Vandaag is de allerlaatste dag dat je kan stemmen op de Zap Awards. Dus heb je nog niet op ons gestemd? We zouden dat super leuk vinden. En fijn vinden als je op ons wilt stemmen op zapawards.nl. Drie categorieën. Ja. Voor beste YouTubers, beste Instagrammers en beste Nederlands clipje. Luan Bellinga met zijn duimpje omhoog liedje. Zou heel erg lief zijn. De link zetten we onder deze video. We hebben jullie stemmen hard nodig. En veel plezier met het kijken van deze vlog. Doei. Ik ga even de huisarts. Volgens mij ook. Kom hier even een middagbroodje. Die pasta. Wacht eens zo. Kun jij wel met de fucks met? Oh, ja, dat is de wat hij allemaal voor jullie heeft gedaan. Oh. Wauw, wat gaat het? 1, 2, let. Lekker leuk. En Luxie, wil jullie zijn spaghetti? Zo, Luxie is weer lekker aan staan. Ja. We verstaan nog helemaal niks. Wat ben je aan het doen, Luxie? Oh, goedemorgen. Weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's. Familievloggers. En het is vandaag weer maandagochtend. Hallo Luxie. Luan heeft heel lief de tafel gedekt vandaag. Hij heeft zichzelf goed aangekleed. Lucilla ook. Ze zit nog even lekker te chillen voor de Zep TV. En papa die heeft de schooltasjes alweer bijna klaar. Want ze gaan vandaag weer lekker naar school. Goedemorgen. Ze kijkt vandaag weer gezellig met ons. Nee. Zo, Daniel die heeft de kinderen even naar school gebracht en ik ga me zo even aankleden en aan het werk achter de schermen voor een heel erg leuk project waar we eigenlijk al een hele tijd voor bezig zijn. Waar we super enthousiast over zijn, maar daar kunnen we gewoon nog niks over zeggen. Maar dat ga ik nu doen, achter de schermen even daar hard voor werken. Daniel die gaat met Luxie erop uit en volgens mij wil ze de fiets meenemen. Oh, en de pop, de tas met de spulletjes erin. Moet je erop uit? Moet die mee? Ze wil dit superleuke loopfietsje meenemen. Oh, alleen ja, de beentjes zijn nog echt net een centimeter te kort. Dus ik weet niet hoe papa dat gaat doen, maar papa neemt het fietsje wel mee, hè? Dan gaan jullie even lekker spelen bij de kinderboerderij. Ja, fietsje mee, we nemen de fietsje mee. Neem een fietsje mee. Ja, we zijn met de lunch weer. Ja, wat heb je? Au. Oh, wat heb je au? Heb je au? Ga je met papa mee naar de kinderboerderij? Ja, moet de fiets mee? Tot de lunch. Mama, kusje. Geef mama nog een kusje. Nou, veel plezier met papa, hè? Dag, papetje. Ja, Tas gaat ook mee. En wij gaan even lekker naar buiten. Lekker uit van haar. Woesle Pipti zijn volgens mij aan het vliegen, pa. Kom maar. Kom maar. 1, 2. Woesle Pip. Gewoon lekker uit maar, jongens. Zo, Luxie. Nou. Je hebt het nu wel goed ingepakt tegen windkracht. Doei! Doei! Met volle tegenwind. Gaat stapje voor stapje. Al aardig goed, hè? Doei! Doei, goed sturen. Dus ik ga even met papa mee, want ik ga even de huisarts mijn tong laten nakijken. Ja, papa heeft op zijn tong gebeten. En daar heb ik nu een heel klein bultje. En die is wat irritant. Mama? Zwaar of ze dat pukkeltje misschien even kan doorprikken of zo. Mama? Nou, op naar de huisarts. Nou, Luxie, ga je even wat koken? In het keukentje. Hier bij thuis ook, hè? Ja. En hier zit net iets anders. Nou, Luxie zet even wat eten op het vuur. Oh, Luxie, wij zijn bij de dokter geweest. En papa wordt doorverwezen naar de kaakchirurg. Ik kan dat bukkeltje papa's tong waarschijnlijk verwijderen. Wij gaan op zoek naar de diertjes, hè? Ja. Ja. Ja, nog even een plasje doen. En dan naar de diertjes. Ja, ja, ja. Nou, Luxie, alle diertjes zijn helaas voor de storm naar binnen gebracht. Dan gaan we maar eventjes wandelen bij de Kranenburg, goed? Zo, we hebben een lekker plekje gevonden uit de wind. Ik kan ze even lekker gaan slapen doen. En ik zit in mijn oude vertrouwde bankje. Met niemand minder dan een Woesle Pip. Hey vriendjes. Woesle Pip, die genieten volgens mij ook volgende Woesle Pip. Kijk, hoe is het daar? Ja, dat valt. En ik zie mama belde net, die is nog wel eventjes bezig. Gaan we even een broodje eten bij opa en oma, goed? Ja, het woezel kan dan ook nog spelen met Oscar en met Pip. Ze zijn wel uitgewaaid uit het bos, maar gaan we daar maar even een middagbroodje eten. Kijk, en woezel en Pip, die kunnen niet wachten om Oscar vriendje te zien. Hey, Oscar! Opa en oma, kijk eens. Ik kom wel geen op Oscar wat. Hallo, wij komen hier even een middagbroodje eten. Wat heb je maar? Smeerkaas? Pindakaas?
kiezen? Lekker. Wil je lekker aan je broodje pasta? Dan wil je de sneeuwlaarsjes ook. Oh, lekker. Oh, nou dan oma, met lekkere warme thuisachtjes. Lekker, ik zeg maar daar. Dat is koud op land gedaan. Ja. Wel een lekker uurtje geslapen in de bassen. Lekker uurtje geslapen in de bassen. Zo. Luxe heeft een broodje. Ja, een puzzeltje leggen met oma. Een zebra, Luxie. Nee, dat is een zebra. Nou, hier ben je wel lekker op, maar. Ik wil warm open. Ja! Het is zo! Je hebt batterijtjes in en hij loopt als een kievitsmoeslimpip. Ja, zie je dat? Jullie zijn moe. En Luxie zegt, dat is niet erg, want ik heb nu een hondje. Op batterij. Hondje aan stuur. Hondje hier. Oh ja! Wat is dat? Ja. Ja. Zo. Stuurtje vast. Kijk. Kom hier mee. Stap. Ik heb ook de lage stand. Probeer maar, Lex. Doe maar. Ja, stap. Stap. Kom maar. Ja. Dan laat ik je een beetje op de groeien. Ja. Luxie, je beentjes worden echt nog een stukje groeien. Maar het is zo hoor, ik denk dat je van de zomer ja. Het voortuinparkje en het staantje kan je even met de voetjes bij de grond. Dat is zo hoor. Ja hoor, dat is zo. Blijf gewoon lekker oefenen. Is de oma gemaakt met nieuwe batterijtjes, Luxie? Ze weten wel dat het geen echt is. Is het geen echte telefoon? Ze weten dat verschil tussen echt telefoon? En dat telefoon, ja, is de auto. We gaan nog eventjes wachten, want dan kunnen we gelijk je broer en zus ophalen van school. En dan gaan we naar mama toe. Luxie. Wil je een lekkere lange vinger van oma? Ga maar eens kijken. Oeh, die lust jij wel? Mag oma er ook eentje? Ik heb er ook maar eentje. Ja. Ik heb ook maar eentje van oma. Dankjewel. Moesten we ook in ons van. Oh, bedankt. Hoeentje. Geef me een pakje. Hallo, ik ben Roos op. Hallo, mama. Met de telefoon. Niet in de toetoe. Nee, ze noemt de auto toetoe. Waar is de auto? Ja. Hoe heet de auto? Wat voor geluid maakt de auto? Toetoe. Ja, dat is goed eigenlijk. Waar past die dan? Daar. Daar? Dat is passen. Welke past die? Waar moet die in? Ja, dat is de één. Kwak. Ik kan zo goed hoor. Leg dus het precies dat nu zo volledig. Ja, ietsje draaien. Ja, goed zo. Oh, dat is weer die beheersbeestje. Lieve heersbeestje. Zo, Luxie, ik neem een versje leeg. Ja, dank oma. Kijk, en daar zijn jouw laarsjes, hè, Luxie? Zullen we jouw laarsjes weer aandoen? Ja. Ja, laarsjes aan, dan gaan we naar mama toe, hè? Luxie, sneeuwlaarsje. Zeg je dank oma voor het spelen en het lekkere broodje. Een lekkere lange vinger. Dat was gezellig. Wat lekker drinken. Dat was gezellig. Luxie, zeg maar dag. Voetje aan. Zeg maar dag, oma. Papa. Ja, papa, ga mee. Zeg maar dag, oma. Dag. Doei. Papa. Luxie, zeg maar dag. Doei. Tot de volgende keer. Ja. Naar mama toe. Doei. Zeg maar dag, oma. Doei. Ga maar zwaaien. Zeg maar dag. Oh, bedankt voor het spelen. Doeg. Mama. Zo. Gaan we nu Lucille ophalen van schooltje? Mama. Ja, Lucille halen en dan lekker naar mama toe. Goed. Zo, en dan zijn Lucille weer. Op naar mama. Bye. Zo, nou, ik ben weer eindelijk eventjes lekker fris buiten. En wie komen daar thuis? Kijk, papa komt thuis. Met de kinderen. En ik ben heel erg benieuwd wat ze allemaal hebben uitgespookt. Aangezien ik vandaag de hele dag boven achter de laptop heb gewerkt. En ik geen idee heb wat hij allemaal voor jullie heeft gevlogd. Maar hij zei van kom je zo even naar buiten. Dan gaan we nog even met Luxie met haar fietsje fietsen. Ook al waait het een beetje. Want dat vond ze heel erg leuk. Dus ik heb mijn jas aangedaan en ik ben naar buiten gekomen. Nou jongens. Was het leuk op school? Ja. Ja, was het leuk? Ja, hey, Pipje, was jij ook mee? Hey Luxie. Was jij ook mee? Ja, Luxie. Nou, kom er maar allemaal uit. Hele autootje vol geladen.
Leuk. Hallo, Pip. Mannie, wat is worden van Luxie? Oh, Luxie. Luxie heeft los. Hallo, Luxie. Hallo. Ben je lekker met papa geweest vandaag? Hé, ben je met papa geweest? Kom er maar uit. Hé, hey, Woezel, was je er ook, jongen? Oh ja, tuurlijk. Jongen wil er ook uit. Daar gaan ze. Heb je met het fietsje gefietst? Geprobeerd, maar... Gaat het? Niet zo makkelijk. Oh, kijk eens. Grote zus stiltje uit de auto. Oh. Nou, Luxie, even laten zien hoe je op het fietsje kan fietsen. Ja. Wou je het even laten zien, Luxie en mama? Met je fietsje. Nou, laat maar eens even zien. Luxie. Wauw, wat gaat het goed, Luxie. Luxie, wat goed voor jou. Ja, een sturen, bochtje om. Kijk, ze heeft nu wat dikkere laarsjes aan. En dan kan ze wel mee aan de grond komen. Kan je met de beentjes lopen, Luxie? Ja, ga maar eens proberen. Oh, dat doe je de beentjes luchten. Dan moet je het beentje op de grond houden. En dan kan je zo... Misschien moet jij het even voordoen, Lucilla. Ga Lucilla even voordoen. Gaan wij kijken naar hoe Lucilla dat doet, goed? Ja, gaan we even kijken naar Lucilla. 1, 2. Kijk, Lux. Zo, met twee beentjes. Zo moet dat. Zie je dat? Met twee beentjes en weer. Ja, nam Luxie weer. Kom maar terug. Kijk, ja, zo moet je dat doen. Zie je dat? Ja, kom maar. Is heel erg leuk te vertellen wat hij vandaag heeft gedaan op school. Want je hebt iets heel leerzaams gedaan vandaag. Ja, nou, ik zou eigenlijk het hele verhaaltje vertellen. Het hele verhaaltje, ja? Ja. Nou, we gingen een keer zo'n ander dagje naar de bibliotheek. En toen had Robin, dat is een klasgenootje van mij, die is een jongen. Die is helemaal fan van de brandweer. En die had toen een boek gevonden van de brandweer. Ja. En toen dacht hij opeens vandaag, hey, maar dan kunnen we ook door de hele school kijken voor allemaal branddingen. Dus nou, hier heb ik een lijstje op staan. Ja. Allemaal dingetjes, zoals brandblusser. Je hebt twee gewoon gezien. Dus je ging met de klas door de hele school lopen, was een opdracht. En ja. Dan moest je dingen zoeken wat van de brandweer was. Juist. Aha, oké. Okay. Dus, brandblusser heb ik er twee van gezien. Ja. Maar er zijn wel meer hoor, brandblussers. Maar hoeveel je hier hebt gezien. En, ja. Dus je hebt vandaag gewoon heel veel geleerd van de brandweer? Nou, eigenlijk kwam juf daar op inshop. Die vond een goed idee van de juffrouw. Ja. Leuk. Nou, leuk, een keer zo'n lesje. En Lucilla wilde ook graag vertellen wat ze heeft gedaan op school, hè? Wat heb je allemaal gedaan vandaag? Eerst in een kring. Ik ga spelen en werken nog eens. Spelen een mooie hartjestekening. Een hartjestekening? Oh, net als op je trui. Zijn ook allemaal hartjes op je trui. Ja. Heb je dat gezien? Ja, maar hij is nog niet af. Oh, dus die is nog op school. Ja. Wat leuk, liefie. En toen ging ik buiten spelen. En buiten spelen. Met de harde wind. Nee, maar... Waarde je niet weg? Nee, maar juf zei... Onze weet niet dat we naar buiten gaan. Want er zijn heel veel plassen. Oh, heb je een versje van Kikker en zijn vriendjes? En de kikker was op een verliefd. En de kikker die was verliefd. Oké, okay. En Luxie, wat heb jij gedaan? Wat heb jij gedaan bij opa en oma? Met de hondjes, een lamp met papa. Ja. Ik kwam even mee geweest naar de huisartsstorie te kijken. Oh, echt waar? Ja, heb je dat gevlogd? Ja, ja, met een kerstdeur. Even laten wegsnijden. Oh, echt waar? Ja. Oké. Okay. Ja, toen zijn we naar de kamer geweest, heeft ze geslapen. Ja, in de kinderwagen. En toen zijn we lopen oma geweest. Lopen oma gespeeld. Bootje gegeten. Oh, nou, ik hoor het alweer. En Lucilla springt weer lekker op de bank. Hebben jullie zin in spaghetti soep? Ja! Nou, dan hoop ik dat we dat allemaal hebben in huis. Jij ook? Ja? Jij ook? Spaghetti, die hebben we nog. Eens even kijken of we nog in de vriezer. Heb ik eigenlijk altijd. Wel, ik doe het gewoon in de vriezer. Soepgroenten, dan kan ik langer bewaren. Die hebben we nog. En dan hoop ik dat ik ook nog balletjes heb. Of iets van gehakt. Dan kan ik balletjes maken. En we hebben ook nog soepballetjes. Zo.
Dan gaan we eens even een lekker spaghetti soepje maken. Wat heb je ervoor nodig? Nou, dit dus. Gehakt. Soepballetjes in ieder geval. Soepgroenten. Spaghetti, zoveel je nodig wil hebben. En 2 liter bouillon met wat bouillonblokjes. Dus ik ga even spaghetti soep maken. En papa heeft lekker de tv aangezet. Kunnen de kids even lekker chillen voor de tv. En dan maakt mama vast even het eten klaar. Zijn 3 op een rij. We gaan weer kijken. Zijn we daaruit? Julius. Dat was nog even de vraag. Wat, Julius? Julius Mon. Luxie. Zo, Luxie is weer lekker aan het spelen met de trein die ze heeft gekregen voor haar verjaardag. Ja, die vind je echt heel leuk, hè? Ga je alle poppetjes in de trein doen? Ja, dat is het poppetje. Dat is de bouwvakker. Ja, doe je er ook maar in. Ja, een meisje erin. Oh, allemaal instappen. Het is wel een drukke bedoeling hier in de wagon. Nou, dat maakt niet uit. Past er allemaal in. Zo, en dan gaan we hem aandoen, hè? Hoe gaat hij rijden? Hoe ging hij ook alweer rijden? Gewoon duwen. Kijk, daar gaat hij. Gaat hij langs het stationnetje. Dat stationnetje. Hier heel leuk. De brug omhoog. En dan daar. Oh, daar gaat hij stilstaan. Kijk, je kunt van deze dingen op de spoorrails leggen. Zoals deze en deze. En je hebt allerlei verschillende soorten. Die kan ook. Hier gaat de trein gaat hij, weer andere kant op. Hier gaat hij muziek maken. Kijk, als ik deze hier bijvoorbeeld neerleg, gaat hij daar muziek maken. Hier gaat hij de lampen aandoen. Dit is de spoorwegovergang. Dan gaan we hem weer aanduwen. Kijk, zo. En dan rijdt hij weer. Kijk. Dan gaan de lampen. Oh, dan gaat het andere spoor. Had je de wissel aangezet? Ja, je hebt de wissel aangezet, zie ik. Hierdoor langs het stationnetje. En dan gaan we weer de brug naar boven. En Lucilla is ook nog een tunnel. Kijk, door Lucilla's benen. Dan gaat hij hier het fluitje doen. Daar gaat hij water tanken. Verder. Toet toet. En daar gaat hij de andere kant op. Zie je dat? Omdat hij over die pijltjes reed, gaat hij weer de andere kant op. Gaat hij daar weer water tanken. Grappig, hè? Zo kun je dus eigenlijk een heel... Nee, maar man. Man, ja? Dit is leuk. Ja? Dan gaat hij, hè? Ja? Weer de andere kant. En dan gaat hij even zo. Oh ja, dan heb je de wissel aangezet. En dan gaat hij weer zo. Grappig, hè? Dan gaat hij daar naartoe. Ja. We hebben hier de beestje een beetje naar achter gezet. Waardoor ze hier een beetje wat meer ruimte kregen om deze baan helemaal op te bouwen. Zodat ze hier gewoon lekker mee kunnen spelen. Vandaar dat het niet helemaal onder de spiegel staat, zeg maar. Dan zul je denken, vandaar. Dan hebben ze toch nog een beetje ruimte om de baan te bouwen, hè? Het treintje weer aanzetten. Ja, moet hij weer rijden? Zo, kijk, daar gaat hij weer. Gaat hij zo weer onder jouw benen door, Lucie? Oh, hij gaat de andere kant op. Hij gaat weer achteruit. Onder jouw benen door. Ja, onder Lucilla's benen door. Ja. Oh, gaat hij weer achteruit. En dan komt hij weer de brug over. Weer de brug af. Spoorwegovergangetje. Onder Lucie's benen door. Oh, even water tanken. Doet. Ja, dan gaat hij weer. Leuk, hè? Ga je tegen Lucilla aanstaan? Ja. Oh. Waar is de trein nou dan? Ja. Hij is helemaal daar. Hij is al achteraan. Ja. Oh. Mama. Ja, hij komt weer die kant op. Oh, dan gaat hij daarheen. Dan gaat hij zelf. Oh. Ja, gaat ze bij jou staan. Dan hebben jullie een dubbele brug. Oh ja, hij gaat er onderdoor. Oh. Gaat hij nou stoppen? Oh, daar is het stopplankje. Oh, is het stopplankje. Nu de kinderen even lekker spelen met de treinenbaan. Ga ik eens even kijken. Oeh, we hebben slaan, maar het ruikt heerlijk. Jullie ruiken het niet meer. Nou ja, jullie zien het ook niet meer. Maar het ruikt weer heerlijk. Kijk, zo ziet het eruit. Ik heb er lekker veel spaghetti in gedaan. Dus dat betekent een lekkere, dikke. Eigenlijk is het niet meer echt soep. Eigenlijk is het gewoon spaghetti met groenten en gehaktballen geworden. Kijk. Kijk, maar het ruikt wel heel erg lekker. Jongens, hebben jullie zin in een lekker hapje te gaan eten? Ja, oké. Kom dan maar lekker aan tafel, want dan ga ik lekker opscheppen. Heb je een beetje trek in de buik? Ja, ja? Heel erg. Oh, ja. Oh, ja. Hij is ontspoord. Trein ontspoord. Schatjes. Nee.
Zo, Luxie ook een beetje spaghetti? Nee, ja? Papa! Ja, papa ook spaghetti. Zo, nou is een bordje van Luxie. Ze is zoveel aan het vertellen, alleen we verstaan er nog helemaal niks van. Wat zeg je allemaal, Luxie? Hey. Wat ben je aan het doen, Luxie? Ga je in het kastje hangen? Je kunt niet in het kastje hangen. Oh, dat is je hand. Gaat het? Ja? Geef je kusje. Oh, Pip kusje geven. Ik zal wel spaghetti eten. Oh ja, heb je er een gevangen? Luxie heeft een sliertje gevangen. Oh, even blazen. Doe maar blazen. Ja, ik even blazen. Doe maar blazen. Hier. Snurpen. Snurpen. Ja, die is gelukt. Lekker, 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 lekker. Oh, dat is lekker. Dat gaat er wel in, hè, die spaghetti. Lekker. Mooi. Zo. Moet je blazen. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even de... Vergeet niet te abonneren en klik hieronder op een belletje. En even stem op de zetwoord. Dan zie je graag morgen weer een nieuwe vlog. Doei. Voeg je hart, boem mee. Wees lekker met ons mee. De hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee. Dans mee en blijf in staan.